Tom Holland heeft het moeilijk als hij over zijn pauze op social media vertelt. So I've been trying to make this video for about an hour now. And for someone that has spent the last, I don't know, 13, 14 years, however long I've been acting, I cannot seem to say what I need to say without umming and ahhing every 5 minutes. De acteur is vooral bekend door zijn rol als Spider-Man. De filmreeks is al jaren heel populair. Veel mensen hebben er een mening over en posten die op Twitter en Instagram. De acteur krijgt veel stress als hij berichten over hem leest. En hij heeft daarom besloten te stoppen met de platforms. I get caught up and I spiral when I read things about me online. And ultimately it's very detrimental to my mental state. So I decided to take a step back and delete the app. Tom Holland is niet de eerste ster die een pauze neemt. Eind vorig jaar stopte Shawn Mendes even met posten. Hij gaf aan veel stress te krijgen door de platforms. I'm having a little bit of a hard time with social media at the moment and just kind of my relationship with it. Vorige maand zegde hij zelfs al zijn shows af omdat hij rust wilde nemen. Ook beroemdheden als Ariana Grande, Justin Bieber en Ed Sheeran stopten wel eens met social media. Met hen gaat het inmiddels beter. Ze treden weer op en laten online van zich horen. Tom Holland vindt het belangrijk dat mensen praten over stress en andere problemen en steunt stichtingen die daarbij helpen. Thank you for listening. I'm going to disappear from Instagram again. And to everyone out there, thanks for your love and support. I love you all and I'll speak to you soon.